Een hele goeie morgen. Oké. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi net zijn fles al gegeven. Wat wil je allemaal vertellen? Oké. Mama met de berenval weer knuffelen? Oké. Zeg maar, mama, je moet je mouw houden. Maar ik heb Jordi dus lekker zijn fles al gegeven, dus die heeft al lekker geontbijt. En ik word even hier dood geknuffeld. Dat is het teken dat ik hem lekker vast moet pakken. Ben je nog moe? Zit hij toch te gapen? Ik ga Liam zo wakker maken en zijn flesje maken. En Jordi gaat dan even in de box spelen. Hallo, je hoeft geen tandarts bij mij te spelen. Kom. Doe je maar bij papa, die vindt dat niet erg. Kusje. Kusje. Zit jij gewoon mama te kussen? Zit jij gewoon met mama te kussen? Zit jij gewoon met mama te kussen? Oh. Meestal als hij zo doet, dan moet je hem lekker vastpakken. Vindt hij heerlijk dan op zo'n moment. Oh, dat was een boer. Dat was een boer. Maar goed, ik ga Jordi heel even in zijn grondbox zetten en ik ga even aan de fles van Liam beginnen en Liam wakker maken. Dan heeft hij ook op tijd zijn flesje gehad. Wat ben je toch aan het knuffelen? Wees Jordi ook wel eens morgens lekker knuffelen. Volgens mij heb je een poepie gelaten. Ook lekker op de vroege morgen. Nou ja, ik ben ook blij dat je poept. Er zijn ook momenten geweest dat je het niet deed. Maar die aroma, die mag ook wel echt blijven hoor, jongen. Want die is niet helemaal lekker. Jordi heb ik in bed gekregen. Ik moest kiezen of Liam de fles of Jordi de fles. En ik denk dat ik een goede oplossing heb gevonden. Heel briljant eigenlijk. Maar ik ga even hiermee verder. Zorgen dat hij zijn flesje goed naar binnen krijgt. En dan is het alweer middag. Tijd is voorbij gevlogen. Ik weet ook al wanneer Jordi zijn operatie heeft. Dat is op dinsdagmiddag. Dus Niels die gaat daarmee heen met Jordi. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. En daar komt, Niels die zit hier naast me op de bank. Dat komt omdat ik vandaag twee kindjes had die eigenlijk heel de dag wel aan het huilen en aan het schreeuwen waren. Dus ik ben steeds in de weer geweest vandaag. Ja, en dan had ik de een stil en dan begon de ander weer. En dan had ik de ander weer stil en dan begon die weer. En om 7:30 hebben we Jordi in de douche gezet, want die koelde maar niet af. Dus die hebben we eventjes rustig laten worden. En net hebben we deze Bink in de douche gedaan. Ben ik even samen met hem gaan douchen. Ik heb hier nog crème zitten. Maar ik hoop dat het morgen een fijnere dag is. Want vandaag, ik zei op een gegeven moment tegen Niels, ik zeg, het is mij niet gelukt om Liam te helpen. Ik heb het wel geprobeerd, maar
Het is me niet gelukt om hem te helpen met poepen. Ik zeg, kun jij hem niet even helpen? Dat heeft hij gedaan. En hij heeft toen toch gelukkig gepoept. En ja. Jordi had vandaag ook veel last met poepen. Dus ja. Eén grote poepfamilie die niet poept. Ach ja. Hè. Maar goed. Ik ga vandaag wel even afsluiten. Welterusten alvast allemaal. En ik ga weer even verder met deze kleine. Een hele goede morgen. Niels die is vanochtend op tijd er al uit geweest om Liam de fles te geven. En toen heeft Liam alles ondergespuugd. Ga je nu weer beginnen? Ik wou zeggen, ik ben net in zijn fles weer aan het geven. Maar hij geeft nu weer kokhalsneigingen. Dus ja, hè? Ja, zullen we dat maar even zo doen, hè? Dus Niels die zei, maakte mij wakker en die zei, welke kleding moet ik aandoen? Nou, dat is dus een lekkere fijne pyjama voor Liam geworden. Hm? De rest zit allemaal in de was. Of moet ik opvouwen? En ik had geen puff om te gaan zoeken. Ik was nog een beetje aan het slapen, want ik ben vannacht ook nog een paar keer met Liam eruit geweest. Niet om eten te geven, maar gewoon omdat hij buikpijn had. Want hij had gewoon echt buikpijn, had geen trek. Dus, ja. Dat was een boer. Lekker boertje van. Oh, ik heb een kusje. Gespeeld, gegeten, gedronken. Jordi slaapt nu. Liam die is ook aan het slapen. En dan nu. Even tv kijken. En een boterhammetje eten. Het is gedaan met de rust. Nee, wakker. Nou, ben je wakker? Wat heb je hier zitten? Hallo. Ga je mee naar beneden? Liam zo de fles geven, jongen. Nou, we hebben lekker gewandeld. We zijn naar de winkel geweest. Jordi heeft lekker gegeten. Ja. Zoals jullie zagen, heeft Liam nog lekker in de box liggen spelen. En nu gaan wij zo eten, want het is nu eindelijk rustig hier. En daarna is het kwestie van wat dingetjes opruimen, flessen afwassen en... Naar bed. Naar bed. Dus bij deze alvast wel trusten. En ja. In de volgende swipe zie je de volgende dag. Een hele goede morgen. Niels is nou met Liam bezig. En Jordi en ik gaan kijken wat hij gaat doen als hij gaat kleuren. Ja, ik heb een kleurplaat. En kleurtjes. En dan gaan we eens even kijken. Welke kleur wil je? Welke kleur? Mama heeft allemaal kleurtjes. Welke kleur?
Wil je deze kleur? Hij moet dat natuurlijk leren, hè? Hij heeft dat nog nooit gedaan. Hoe is het met je hand? Hoe is het met je hand? Kijk! Kijk! Zie je dat? Wauw! Ja, hij heeft kleuren! Kijk eens. Gaan vastpakken? Vastpakken. Wauw, zie je dat? Wauw! Wil je nog een keer proberen? Wil je nog een keer proberen? Pak hem maar. Er is niks mis mee. Pak hem maar. Je mag proberen. Wauw! Wil je nog een keer proberen? Maar vastpakken. Vastpakken. Wauw. Goed zo. Ja, deed je dat nou een stuk zelf? Nee, helemaal zelf. Vastpakken. Vastpakken. Wil je met deze proberen dan? Maar vastpakken. Goed zo. Oh, kijk dan. Kijk dan. Oh, wauw. Zag je de papa? Hij deed het ook zelf een beetje. Papa doet ondertussen ook meehelpen. Die is ondersteuning, hè? Pak, hè? Je stiekem weet wel leuk, hè? Ja, alleen weet je nog niet wat je ermee aan moet. Ja. Wat is dat dan? Jullie denken misschien als je wegkijkt, dan gebeurt er niks. Maar dat is dus wel zo, want bij Jordi is het zo, dat hij ook voelt wanneer hij zeg maar wegkijkt. Aangezien je toch een sensatie hebt met de kleurpotlood op het papier, voelt hij wel degelijk wat er gebeurt. En dan moet je dus stimuleren door middel van herhalen, herhalen, herhalen. Dus vandaar dat we hier nu mee beginnen. We gaan er ook niet al te lang mee door. We doen een kwartiertje ongeveer en dan stoppen we er ook weer mee. En dan halen we er over een paar dagen weer. Getekend en wel. Gegeten en wel. En nu slapen en wel. Niet alleen Jordi ligt te slapen. Liam ligt ook te slapen. En dan ligt er met zijn vuistje zo bij. De eerste die bij me komt, die klap ik. Dus ik durf hem geen kus te geven. Er is iemand wakker, hoera, hoera. En hij is een beetje schrijnig. Hallé. Hallo. Hallo, net zit je te roepen, hè? Net zit je allemaal te roepen en nou ineens niet meer. Heb je buikpijn? Ik denk dat er hier iemand buikpijn heeft. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van juf Roos. Zie je wel dat haar adem moest? Ja, je moet vasthouden jij. Juppie! Jordi heeft lekker geschommeld net met papa. Die is nu heel eventjes alles aan het verwerken door middel van een filmpje van Boomba. Ik ben ondertussen eten aan het koken, want ja, dat moet ook gebeuren. Maar de voeding van Liam die is op, want, of ja op, ik heb gewoon staan natuurlijk, maar hè,
Je hebt allemaal van dit soort bakjes. Die heb ik ooit gekregen van iemand. En wat ik dus doe is, ik heb ongeveer, Diam krijgt 6 voedingen per dag met 4 scheppen, 130 water. Eigenlijk moet het 120 zijn, maar hij krijgt extra water erbij, want dit is speciale voeding voor reflux. En dan hoeft hij niet zoveel over te geven, dus in samenspraak met de constatiebrood doen we het zo. En dat is prima. Maar ja, dat betekent dus 4 schepjes. Hij krijgt kruidvatvoeding, AR-voeding, anti-reflux noemen ze dat. En dat zit in deze bus. En dat is wel makkelijk, want ik doe dus deze allemaal vullen. 1, 2, 3, 4. En deze doe ik allemaal mooi vullen. En die zet ik allemaal boven elkaar. Dat scheelt op het moment dat Liam honger heeft, dan heb ik de voeding eigenlijk al klaarstaan. Dus dan hoef ik puur en alleen heel eventjes het dopje eraf te schroeven. En dan heeft hij zijn eten eigenlijk al. Ik ga ze even verder vullen. Nou, ik heb ze allemaal gevuld. Ik kan ongeveer 3 dagen ermee vooruit. Ik heb ze allemaal gevuld zoals ze gevuld moeten zijn. Ik kan in principe 3 dagen ermee vooruit. En dan na die 3 dagen vul ik ze weer bij. Of ik doe het halverwege. Of in ieder geval. En wat we dan doen is, de bovenste halen we dan af. En ik heb altijd een reserve dingetje liggen. En daar schroeven we het dan weer allemaal op, alle lege bakjes. Zodat je eigenlijk in principe nooit veel hoeft te doen als je de fles maakt. Dus het is gewoon een kwestie van losmaken, in de fles doen, dichtmaken en dan eventjes de bovenste eraf halen en die dan, ja. En zo krijg je het ten eerste makkelijker in de fles en ten tweede, je hebt het al klaarstaan, je hoeft niet meer na te denken. Want soms heb je gewoon 2 kinderen die aan het jengelen zijn en die iets moeten. Dus dan heb ik het gewoon klaarstaan. Dat heb ik het liefst in ieder geval, alles klaarstaan. Dan ben ik daar het snelste allemaal mee klaar. Zit je lekker in je wipstoel? Kan papa ook tong uitsteken? Ja, ga je lachen? Ga je lachen? Ga je lachen? Oh. Ga je lachen? Je wil niet weten wat voor gekke bekken papa erbij trekt. Maar ik krijg hem wel aan het lachen. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, het is alweer het einde van de dag. We hebben nog samen gegeten en Jody die ligt nou lekker te slapen. Ik ben nog heel eventjes was gaan vouwen. En, nu... en Jordi zijn knuffels weer in bed gaan leggen. Ja, want Jordi had al zijn knuffels eruit gedonderd, dus die heb ik ook eventjes allemaal weer teruggelegd. Hij lag net als Heere Jezus in bed. En dan ook nog eens op zijn kop. Misschien dat we van het voeteinde maar hoofdeinde moeten maken. Nou, dan gaat hij nog andersom liggen. Dan ligt hij toch gelijk goed. Ach ja. In ieder geval, ik ga deze video editen. En wij gaan dus ook deze ups en downs afsluiten. Ja. Ja, Liam krijgt eigenlijk nog zijn flesje. Ja, en dan gaat hij ook zijn nest in. En dan gaat hij ook slaapje doen. Ja. Oh nee, hè. Moet ik mijn bed in? Zo kijkt hij nou. Ja. Jij ook je bedje in. Hij weet niet wat hij ervan moet vinden. Maar goed. Bij deze gaan we dus de ups en downs afsluiten. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten en tot de volgende keer.